Ik heb hem al eens vroeger geïnterviewd. Jaren en jaren geleden. Toen was er een vriend uit Utrecht die zei... Ik heb nou een man ontmoet, zeg, dat hou je niet voor mogelijk. Die heeft een systeem ontdekt om mensen te genezen. Terwijl hij is niet eens dokter. Hij is ingenieur. Nou, mijn moeder die had ongelooflijke migraine. Al jaren en jaren. Ik kende haar niet anders. En toen zei ik dat tegen hem. En toen zei hij, oh, dat is een beetje verwaarloosde griep. Huh? Toen heeft hij een paar pilletjes meegegeven. Kleine witte pilletjes, er zit niks in. En ze kregen een enorme griep, zeg, en daarna was het weg. Nou, met hem moet je praten, dus ik bel hem op. Ik zeg, moet je luisteren, ik heb een wekelijks programma waarin ik met mensen praat. En ik zou je graag een keer, als je dat leuk vindt, uit België te komen, want hij woont in België. Zeg, nou, dat doe ik niet hoor, zei hij. Ik zeg, waarom niet? En nou... ik weet precies hoe het met interviews gaat. Dan krijg je 10 minuten en dan gaan ze je nog aanvallen. En dan... Nee, zeg ik. Ja, bij mij is het precies andersom. Krijg je een uur de tijd en ik ga naar je luisteren. Oh, dat is interessant. Nou, toen heeft hij zijn verhaal verteld. En niet zo'n beetje ook. En nu zit hij weer hier bij me. Alfons Venn. Je bent net uit België weer gekomen. Ja, uit de mooie Ardennen. Uit de mooie Ardennen. Ja. Ja, je woont daar werkelijk schitterend. Schitterend, maar, ja. In de leegte, eigenlijk. Ja. En je kunt je nog wel herinneren dat wij inderdaad toen het interview gedaan hebben. Ja, zeker. 10 jaar geleden ongeveer. Hè? Ja, 10 jaar geleden. Mm-hmm. En toen, wat er toen gebeurde was, toen zei ik van... Wat heb je dan ontwikkeld? En toen vertelde jij dat je een klein pilletje had... En er zat eigenlijk niks anders dan een draaggolf in. Mm-hmm. Hij zei, want ons lichaam heeft een besturingssysteem. En dat besturingssysteem, als je dat verkeerde instructies geeft... door opvoeding of door ideeën of door wat dan ook... Ja, dan gaat het protesteren, dat noemen wij ziekte. En ik heb in dat pilletje een draaggolf die geeft... eigenlijk andere instructies weer. Zodat het weer de oorspronkelijke staat kan aannemen... Mm-hmm. En dan zijn die ziekjes niet meer nodig, die zijn dan weg. Ja. Zeg ik, oh, nou, daar begreep ik geen bal van natuurlijk. Nee. En toen zei ik, maar even praktisch zijn, ik heb vanaf mijn tweede jaar astma. En ik heb nog steeds behoorlijke aanvallen. En wat ik ook gedaan heb, het is niet weggegaan. Oh, zei je, een beetje achterloos, is gegarandeerd. Ik zei, wat? Ja, ja, ja. Ik zei, nou, als dat zo is, zeg maar, dan staat je telefoon rood gloeiend hoor, want er wordt heel veel geluisterd. Mm-hmm. Nou, jij stuurde mij wat pilletjes op, een doordrukstripje. Maar ik elke dag 1, 2 of 3 pilletjes moest nemen. Voor het in bed gaan, zo'n beetje. En inderdaad, een maand later heb ik geen aanval meer gehad. Sindsdien